Maastricht telt in totaal zo'n 5500 rijks- en gemeentelijke monumenten. Maar in de loop der jaren kan de oorspronkelijke functie van zo'n monument verloren gaan. Leegstand vormt dan vaak een bedreiging. Om het te behouden voor het nageslacht gaat men veelal naastig op zoek naar een nieuwe bestemming. Gedurende de afgelopen jaren hebben veel Maastrichtse monumenten zo een nieuw leven gekregen. We zijn hier bij Kasteel Bethlehem. En Kasteel Bethlehem is een van de buitenplaatsen van de landgoederenzone in Maastricht. En nu kennen we allerlei type kastelen en landgoederen. We kennen donjons, we kennen burchten, we kennen kastelen en we kennen buitenplaatsen. Die behoren allemaal tot de categorie van kastelen. Het boeiende van dit complex is dat eigenlijk alle fasen uit de geschiedenis hier terug te vinden zijn. Dit complex is al 50 jaar geleden door de toenmalige Hogere Hotelschool als nieuwe bestemming gekomen. Maar in de afgelopen jaren hebben er heel veel veranderingen plaatsgevonden, zowel in het kasteel zelf als ook in de buitenruimte. Dat gaan we allemaal bekijken. De hotelschool is niet hier begonnen, maar op de Bosstraat in Maastricht in 1950. En de school heeft eigenlijk al heel snel het kasteel aangekocht en werd gebruikt voor de huisvesting van de eerste studenten. Doordat de school groeide en zijn ze snel hier naar het kasteel verhuisd. En het kasteel kreeg toen de functie van zowel onderwijsgebouwen als huisvesting van de eerste studenten. En naarmate we zijn gegroeid als hotelschool, hebben we het plan opgevat om de onderwijsgebouwen te gaan bouwen. Dat is in de 60er jaren is het geopend. En als onderdeel van het onderwijs ook een nieuwe campus is gebouwd. Want dat was een onlosmakelijk onderdeel van de hotelschool, dat de studenten in het eerste jaar werden gehuisvest op de school. Dat was het unieke van de school. Ik ben al langer verbonden aan het instituut als architect. Daar wordt natuurlijk ook wel eens gevraagd, wat doet een architect op de hotelschool? Maar architectuur is een onlosmakelijk onderdeel wat in het onderwijsprogramma zit, in het curriculum. En daar was ik verantwoordelijk voor. En het was wel bijzonder omdat ik in mijn onderwijsprogramma al eerder bezig was om de studenten met deze opdracht te laten kennismaken. Maak eens een mooi hotel van dat kasteel. En ik was verantwoordelijk voor een stuk design, zijnde de vergaderruimtes op de begaande grond. En een van de ruimtes waar we zitten is het kabinet. En daar heb ik gepoogd een stuk historie van de hotelschool neer te leggen in het design wat we hier zien. Er zijn wat memorabilia van de eerste van de oprichting van de school, serviesgoed. Er zijn tekeningen, die mooie tekening van de aan de muur is de hotelschool op de Bosstraat. Maar er zijn ook wat elementen van afstudeerders, alumni en om de sfeer en de design van de kamer te linken aan de historie van de hotelschool Maastricht. En wij hadden een supervisor die de designers aanstuurde. En die heeft die designers en de randvoorwaarden van het monument, een rijksmonument, heeft die aangestuurd om het design hier te realiseren.
design is heel verschillend. Ik sta even stil bij dit als kabinet, als vergaderruimtes, maar een programma van een hotel is natuurlijk heel divers. Je hebt hotelkamers, maar je hebt ook een receptie, je hebt backoffices, je hebt restaurants, keukens, vergaderruimtes. En dat allemaal moet natuurlijk in zo'n kasteel worden ingebed. We zijn uniek in meerdere opzichten. Ten eerste omdat we een van de hotels van een handjevol zijn die in een speciale onderwijssetting de service aanbieden door de studenten onder begeleiding van onze praktijkbegeleiders. Waar je als gast een unieke onderwijssfeer kunt proeven. Daarnaast zitten we in een kasteel, historische setting, wat onze setting ook verder uniek maakt als mede de locatie. Als hidden gem in Maastricht in de wijk Libbel. Voor onze housekeeping met name zijn in de gangen de vloeren zijn niet gelijkvloers. Dus met trolleys van verschillende hoogtes naar verschillende hoogtes gaan is soms heel erg lastig. Dus in praktische zin is dat soms best een flinke klus voor de studenten en de coaches. Maar dat is ook wat we als leerprogramma meenemen om te kijken wat voor verschillende uitdagingen je in verschillende gebouwstructuren zou hebben. Alle kamers zijn individueel ontworpen door diverse designbureaus. Echt om een speciaal verblijf te creëren in bijvoorbeeld een bibliotheek of een zwembad. Of een kamer met een hele mooie keuken erbij waar je zelf lekker in zou kunnen koken. Dus elke kamer is in die zin uniek ontworpen. Ik ben ontzettend trots om mezelf nu de afgelopen 4 jaar Maastrichtenaar te kunnen noemen. En ik ben ontzettend trots dat we hier het prachtige vak van hotellerie, van hotelmanagement, door kunnen geven aan de volgende generatie hoteliers. Het boeiende van Kasteel Bethlehem is dat het een fantastische dialoog is tussen een aantal elementen. Het is de relatie tussen bebouwing en de natuur. Het is een relatie tussen oude bebouwing en nieuwe bebouwing. En het is een prachtig voorbeeld van de manier waarop het enerzijds als een gesloten campus fungeert, maar anderzijds ook open is naar de stad. In dat opzicht is het een uniek project.